zijn er nu op een veilig afstandje. Zometeen gaat het hoogste punt van Dans Macabre de lucht in. Daar hangt hij, 4 meter hoog. Ze zijn nog een paar voorbereidingen aan het doen, maar het zal niet lang meer duren voordat het hoogste punt van Dans Macabre is bereikt. We gaan kijken, let's go! Het punt van Dans Macabre is eindelijk bereikt. Hoe gaaf is dit? En omdat vanochtend het hoogste punt is bereikt, mogen wij vandaag een exclusief kijkje nemen op de bouwplaats van Huiverwoud. Kom mee, kom mee. Dit zijn de allereerste stappen in het nieuwste themagebied van de Efteling. En zeker niet de laatste. Welkom in Huiverwoud. Ja, dit is zo gaaf, vrienden. We hebben natuurlijk al maanden kijken we iedere keer vanaf de andere kant van de bouwhekken naar Dans Macabre en Huiverwoud. En nu staan we er middenin. Ik ga je zo meteen uitgebreid meenemen hier achter mij bij Dans Macabre. Waar kan je straks dit checken? Waar komt dit? Zus en zo. Kom ik later op terug. Eerst wil ik je meenemen naar waar we nu staan. Het Abdijplein. Dit wordt het centrale plein van Huiverwoud. Je komt dadelijk binnen vanaf de Zwarte Kat. Zoals we dat nu kennen van die grote bouwhekken, weet je wel. Die grote poorten. En hier gebeurt het dadelijk. We hebben hier de attractie Dans Macabre. Hierachter zijn ze bezig met het nieuwe horecapuntje. Het koetshuis. Gaan we dadelijk nieuwe ontwerpen van zien. Oftewel, we staan nu gewoon midden in, ja, the place to be. Zometeen gaan we een aantal gave dingen doen. Zo net is het hoogste punt geplaatst op Dans Macabre. We gaan zo wat vragen stellen aan de ontwerper van de attractie, Jeroen Verrij. Maar eerst wil ik je even meenemen hier over de bouwplaats van Dans Macabre. Waar komt wat en wat kan je op bepaalde plekken verwachten hier in het nieuwe gebied? Alright, we staan hier dus nu op het Abdijplein. En hier achter mij is de ingang van Dans Macabre. Hier ga je straks naar binnen wanneer je de attractie in wilt. Er zijn twee ingangen. De reguliere ingang en de Single Riders ingang. Er komt dus ook een Single Riders line hier bij Dans Macabre. De wachtrij gaat bestaan uit een aantal delen. Eerst komen we in de kruisgang. Vervolgens lopen we naar de kruidentuin. En dan komen we op het kerkhof terecht. En dat kerkhof, dat heb ik je al een paar keer in een vlog laten zien. Je loopt letterlijk door een kerkhof heen. Daarna ga je het Huiverwoud in. Het bos hierachter. Je loopt over een grote houten brug. En daar kom je een enorme poort tegen. De ingang van Dans Macabre. De Single Riders Line krijgt een iets ander soort layout qua wachtrij. Dus je gaat niet alles zien wat je in normale wachtrij ook ziet. Maar ja, als je kijkt bijvoorbeeld bij Symbolica. De Single Riders Line. Die loopt ook langs het gebouw. Daar zie je ook niet alles van de wachtrij. Kijk, en als je dan in Huiverwoud over die grote houten brug bent gelopen. En je gaat de attractie in. Ja, dan ga je iets meemaken. Ja, dat weten we nog niet. Maar daar gaan we hem zo meteen wel wat vragen over stellen hoor. En als je dan eruit komt, dan kom je nog terecht in een super gaaf winkeltje. Dr. Charlatans Kwalijke Zaken. En dat is daar zo, een eindje verderop, de uitgang van Dans Macabre. Dat is wat we nu, tot nu toe weten. We gaan nu even een paar dingetjes doen. We gaan even de ontwerper Jeroen zoeken. En we gaan, weet je wat, nee? Weet je wat? We gaan eerst eens even ergens anders kijken. Want hierachter wordt het koetshuis gebouwd. En ik probeer jullie daar steeds natuurlijk updates van te geven vanaf de andere kant van de bouwhekken. Maar we kunnen hier letterlijk nu naartoe. En er zijn nieuwe ontwerpen naar buiten gekomen. Dus laten we dat eerst even gaan checken. Koetshuis. Nieuw ontwerpje. En daar zien we heel veel wat we nog niet eerder wisten. We staan er hier letterlijk voor. Zo ziet het eruit vanaf de voorkant. En dit wordt eigenlijk een kraampje waar je suikerspinnen en popcorn kan verkrijgen. That's it. Hier heb je twee afhaal. Plekken. We zien hier ook een digitaal afhaalsysteem, we zien suikerspinnen, we zien een popcorn. En wat we ook zien, dat is een nieuwe locatie van een dorstlesser. Weet je wel, die bekers die je kan kopen waar je dan dus voor een bepaald bedrag drankjes kan mixen met elkaar. Dit wordt dus het koetshuis naast de Zwarte Kat, wat ook al een horecapuntje is. En dit is een heel interessant ontwerp, dit kennen we al, maar hier kun je het wel beter zien. En we komen hier dus dadelijk binnen, bij de Zwarte Kat, hier zo. Dan gaan we naar links en dan zien we draaiorgel van Virginie en Otto. Die zal dus dan waarschijnlijk daar blijven. Vervolgens komen we hier bij de ingang van Dans Macabre. Daar hebben we twee wachtrijen, de Single Riders Line en de normale rij. Laten we eerst de Single Riders doen, die gaat langs het gebouw, hier zo, een trappetje op. En dan komt hij hier ergens dus terecht. De normale rij komt hier. Die gaat rechts erin. En via
De kruisgang loop je hier omheen, richting de kruidentuin. Dan kom je terecht op het kerkhof. En dan gaan we Huiverwoud in. Als we door Huiverwoud lopen, door het bos. En dan komen we op een enorme grote houten brug. Waar we dus vervolgens naar binnen gaan. We hebben net even een discussie gehad onder de fans. Dit wordt de uitgang van Dans Macabre. En hier komt dus ook die giftshop. En dit is een geheimzinnige deur. Ik weet zelf niet wat hier komt. Dus als jij het weet, laat het vooral weten in de reacties. En we staan dus nu hier. Hier staan we. We staan voor het koetshuis. Ah, dit is bizar. Dit is gaaf. Dit gaat gaaf voor de vrienden. Genoeg gepraat. Laten we eens even op zoek gaan naar Jeroen. De ontwerper, tevens onze grote vriend. En laten we eens een paar vragen gaan stellen over wat we hier op papier zien. Jeroen! Dat is even geleden. Ja Bart, leuk dat je hier bent. Welkom op de bouwplaats van Dans Macabre. Welkom in het Huiverwoud. Jeroen, we hebben elkaar denk ik voor het laatst gezien bij het vriendenboekje. Ja. Het lijkt mij heel eng als je ontwerper bent van de Efteling en je tekent ontwerpen voor een nieuwe attractie, wat sowieso heel gaaf is, dat je dan naar achter kijkt en ineens denkt, dit is gewoon werkelijkheid geworden. Ja, ja, jij noemt het eng. Het is niet zozeer eng, maar het is wel heel bijzonder en heel speciaal inderdaad. Want ja, het is waar wat je zegt. Hier achter ons is nu gewoon iets verrezen. Het is nog niet klaar, maar hier begint iets te ontstaan. Wat ik ooit een keer heb getekend. En hier in mijn eentje, tenminste ik heb wel zelf de tekening gemaakt, maar dat doen we natuurlijk met heel veel andere mensen die ook aan meedenken. Ja. Maar ja, hier staat het nu ineens en dat is spannend, dat wel. Niet zozeer eng. Het wordt wel heel eng straks hier binnen, maar dat is weer een ander verhaal. Okay. Maar het is vooral heel bijzonder. Alright, want uiteraard de vervanging van het spookslot. Ik neem aan, spookslot ook een grote inspiratiebron geweest van Dans Macabre. Zijn er ook andere inspiratiebronnen voor je geweest voor de ontwerpen? Ja, het spookslot is absoluut wel een van de grootste inspiratiebronnen. Hè. We hebben natuurlijk ook een aantal elementen, kleine elementen en grotere elementen die terugkomen straks in de attractie en in het hele gebied. Maar we hebben ook om eigenlijk zo'n soort gebouw, een abdijgebouw, een ruïne van een abdijgebouw. Ja, hoe ziet dat er nou uit? Het spookslot was ook een ruïne, maar dat was niet zozeer een abdij. Nee. Dus we zijn eigenlijk met een aantal mensen naar België gegaan, waar nog een hele hoop oude ruïnes van abdijen te vinden zijn. Sommige zelfs nog een half in gebruik. En daar hebben we heel veel inspiratie op gedaan, veel foto's gemaakt, veel rondgekeken van ja, hoe ziet zoiets er nou uit. En mijn collega Koen Kennis, hij is architectonisch ontwerper. Okay. Hij heeft echt samen met mij dit gebouw ontworpen. En hij is natuurlijk veel meer onderlegd op bouwkundig gebied. En hij weet ook, hij weet er al heel veel van vanuit zijn opleiding. Maar hij heeft zich echt als een pitbull vastgebeten in van hoe zien abdijen eruit. En wat zijn onderdelen die daar belangrijk in zijn. En zo hebben we samen eigenlijk dit prachtige gebouw gemaakt. Gaaf zeg. Jeroen, ik denk dat we al weten, je gaat ons niet vertellen wat we daar binnen kunnen gaan verwachten. Maar wordt het eng binnen? Bart, dit wordt heel spannend. En ik ben zelf eigenlijk helemaal niet zo'n liefhebber van hele spannende attracties. Of tenminste, spannende attracties vind ik wel gaaf om te proberen. Ik ben niet zo'n fan van griezelfilms of van horrorfilms. Dat wordt dit ook niet. Dit wordt griezelen op zijn Eftelings. Het wordt echt spannend. Je mag er met knikkende knieën naar binnen. En ik denk dat je ook met knikkende knieën naar buiten komt. We noemen het een spookspectakel vol duistere wendingen. Nou ja, dat kun je letterlijk en figuurlijk interpreteren. We gaan echt, we gaan wel rondje draaien. Maar rustig en snel en spannend. Zonder al te veel er nog over los te laten. Dit wordt echt wel een hele spannende attractie. De hype is real, Jeroen. Hey, maar de wachtrij zien we al wel. We zien er ook steeds meer van tevoorschijn komen. De wachtrij op zich wordt al denk ik echt een beleving, toch? Ja, klopt. We noemen het ook geen wachtrij, maar een wachtreis. En die begint eigenlijk al, ja, ik weet niet of we het in beeld hebben, maar het begint hier bij deze ingang die vroeger de ingang van de kruisgang is geweest. Een kruisgang is eigenlijk een ruimte waar vroeger de monniken rondliepen en hun gebeden prevelden. Daar begint het verhaal al. Daar gaan we al wat kleine speldenprikjes, zal ik maar zeggen, uitdelen. En gedurende die wachtreis kom je steeds verder en dichter bij het attractiegebouw. En daar ontvouwt zich dan uiteindelijk... Oh. Komt even. Ja, we staan op de bouwplaats. Hè? Het is gewoon, Er komen ondertussen een paar coniferen voorbij. Maar daarbinnen zo dadelijk ontvouwt zich dan het verhaal van Dans Macabre. Hey, we blijven heel even bij de wachtrij, Jeroen. Want minder valide bezoekers van Dans Macabre kunnen de attractie niet in. Hoe gaan deze bezoekers Dans Macabre beleven? Nou, je zegt het niet helemaal goed, want juist bij deze attractie en in dit belevingsgebied hebben wij ervoor gezorgd. We hebben ons ten eerste heel erg laten adviseren door allerlei instanties die op het gebied van gasten met beperking daar verstand van hebben. En hebben wij eigenlijk juist voor gezorgd dat zowel het Abdijplein als de hele wachtreis toegankelijk zijn voor iedereen die mobiel is. En ook in een rolstoel, ook mensen met een visuele handicap bijvoorbeeld, die kunnen daar met of zonder begeleiding helemaal doorheen en kunnen zelfs ook
als ze zelf mobiel genoeg zijn, de attractie beleven. En mocht dat dan toch niet lukken, mochten mensen niet een transfer kunnen maken even vanuit een rolstoel om in de attractie plaats te nemen, dan voorzien we in een alternatieve beleving die heel dichtbij komt met hetgene wat we hier als attractie straks hebben staan. En ja, daar ben ik nog een beetje geheimzinnig over, zoals je hoort. Maar we willen nog een paar verrassingen houden natuurlijk in de komende periode. Maar we hebben er echt voor gezorgd dat gasten met een beperking zoveel mogelijk deze attractie zo kunnen beleven, zoals onze reguliere gasten, noem ik het dan even, ook dat kunnen. Dat is top om te horen. Hey Jeroen, de Efteling-fans moeten nog een paar maanden doen met alles wat ze rondom de bouwhekken zien. Wat zijn nu gave details vanaf de buitenkant waarvan je zegt, hey, let hier eens op als je hier op de bouwplaats of bij de bouwplaats komt? Ja, er zijn veel details. En eentje die heel duidelijk is hier de entree en de uitgang van wat straks de winkel wordt. Maar ook uiteindelijk de uitgang van de attractie. Ja. Want onze gasten verlaten straks de attractie via deze mooie winkel. En je ziet hier natuurlijk iets wat je waarschijnlijk toch wel al lichtelijk herkent van het spookslot. Dit is eigenlijk dus niet één op één, maar we komen behoorlijk in de buurt een kopie van de entree van het voormalige spookslot. Nou ja, dat is natuurlijk een hele duidelijke verwijzing. We hebben ook nog een hele hoop andere wat kleinere directe en indirecte verwijzingen. Kleinere details zoals het kopje daarboven op de sluitsteen, ja, wat ook een element is wat terugkwam in het spookslot. Binnen komt nog het een en ander terug. En de rest moeten jullie gewoon lekker gaan ontdekken. Straks toch nog even geduld hebben, Bart. Sorry. Eén vraagje, Groen. Het is mooi weer. We staan hier voor een prachtige plek. We kennen elkaar goed. De mensen thuis. Wij zijn vrienden, hè? Wij zijn vrienden. Ik sta hier aan vrienden. Ja, zeker. Maar de mensen thuis vind je ook fantastisch. Wanneer gaat die open? Oh, jij wil een datum? Dat kan ik jou nog niet geven. Najaar 2024, dus dit jaar, in het najaar, dan kunnen onze gasten straks zich volledig laten onderdompelen in het Huiverwoud, in die prachtige attractie Dans Macabre. Thanks Jeroen, we zien elkaar in het najaar. Oké, dan, we moeten alweer bijna de bouwplaats van Dans Macabre af. Ik wil jou onwijs bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet dat blauw duimpje omhoog doen, te abonneren op Bartbaan om de komende maanden niks te missen voor al het nieuws rondom Dans Macabre. De hype is real, Dans Macabre is coming. Wij zien elkaar morgen terug bij een nieuwe video hier vanuit de Efteling, samen met Menno. Het worden een paar mooie maanden, vrienden. Tot morgen. Doei!